ga je de route laten zien die ik ga afleggen. En dat kan ik het beste doen middels een kaartje wat in dit boek staat. Voilà. De Panamericana verbindt alle Midden-Amerikaanse landen. Maar ik ga de aankomende weken alleen het Mexicaanse gedeelte doen om er met volle teugen van te genieten. En ik ga het meest mooie, gevarieerde stuk doen. Namelijk, ten zuiden van Mexico City, waar ik nu ben, ga ik helemaal richting Guatemala. Via Oaxaca. Naar de kust, waar je geweldig mooie stranden vindt. Naar San Cristobal, waar je een hele mooie indianencultuur hebt met hele schitterende tempels. Maar ik begin nu hier ten zuiden van Mexico City, waar je geweldig natuur schoon vindt. Waar ik in alle rust van ga genieten. Want in Mexico moet je alles op je gemak doen. Doen de Mexicanen ook. Ik ben vest aangenaam dat het wat frisser wordt. En dat komt omdat ik over schitterend beboste bergweggetjes richting de top van de Nevado de Toluca rijd. De vulkaan van Toluca. Yeah. Lunch. Het is goed dat we wat hoog in de bergen zitten. Het is hier wat kouder, dus het voordeel is dat het niet zo heel erg warm is. Zodat het vlees zich... Chicharrón prensado. Pollo? No, chicharrón prensado. Chicharrón? Chicharrón prensado. Chicharrón? Chicharrón prensado. Ah. Gracias. Mexicaanse eten is hier totaal anders dan in Mexicaanse restaurants in Nederland. Ik heb hier bijvoorbeeld een tortilla gekregen met de bloem van de calabas. Met wat pikante rundvlees en wat aardappeltjes. En queso, kaas. En dat gebruiken ze heel veel in de Mexicaanse keuken. Hebben jullie ook een wintersportgevoel, jongens? Ik voel alsof ik op een wintersport ben. Ik heb hier een Boeing met mango smaak. Verrukkelijk. Berg om je heen. En aan de tafel Mexicaans eten. Ergens nog niet zo heel erg wintersportachtig, maar wel erg lekker. Me gusta! Smaakt lekker. So you got 3 hours. Until the sun's come down, mm-hmm. And when the sun's come down, it started the cold, but very high. And it's quite dangerous because of the altitude. When you start to press in your head and mm-hmm. You have to come back. Down. Okay. Okay. Thank you very much. Nice trip. Thank you. Okay, dat is serieus. Iemand van de Rode Kruis die ons in ieder geval duidelijk maakt dat we serieus moeten omgaan met de hoogte. Kant. Als je zo weer gaat overgeven, dan weet je niet of van de lunch is of van de hoogte. De vulkaan van Toluca telt bijna 4700 meter. Dat is maar 110 meter minder dan de hoogste berg van Europa. Heb je voor de beklimming van de Mont Blanc enkele dagen nodig? De Toluca rijd je in de middag omhoog. Let op, de wegen zijn smal, de ravijnen diep, maar te gek is het wel.